Ik ben op zoek naar Teus, de boerderijdirecteur. Je bent de wereldkampioen vlogger uit Dordrecht. Ja, dat ben ik. Hè? Ja, wat een titel. Wat leuk, wat een eer dat we hier mogen ontvangen. Ja. Daar ben je ook juist gekleed ervoor. Precies. En dan gaan de koeien dat niet vreemd vinden. Ik pas de helemaal... De hond hoop ik ook niet. De hond? Nou ja, hond, leeuw. Nee, de haas zit hier. De haas zit hier. De haas zit daar. Oh, ja. Nou, de haas. Hier zitten de biefstukken. Hier zitten de biefstukken. Sorry Thijs, ik was even afgeleid. Hier lekkere spieren. Pas op. Ik ben bijna omvergereden door de mesrobot. Henk kreeg net stroom. Ik hoorde een klapper. Henk heeft er wat voor over onze favoriete stier te ontmoeten weer. Een nieuwe dag. De kenter in op zoek naar parels van de provincie. Nieuwe kennis, nieuwe vrienden, stap je bij me in. Je denkt natuurlijk, waar staat die Kees nu weer? Nou ja, ten eerste op het dak van mijn brandweerwagen, maar ik ga het je vertellen. Ik ben dus neergestreken in de prachtige Alblasse Waard. Dat konden jullie zien in mijn vorige vlog. Maar ik ben nog niet helemaal klaar met deze omgeving, want ik wil jullie heel graag nog iets laten zien. Als ik hier voorbij fiets, wat regelmatig gebeurt, valt mij op dat hier een mega complex staat, sinds vorig jaar. Maar wat gebeurt daar precies? Het is echt enorm. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, dus ik heb gevraagd of dat ik daar langs mag komen om een kijkje te nemen en ik ben van harte uitgenodigd. Dus neem ik jullie mee. Zo, wat een entree. Ik krijg hier een beetje een soort van dynasty gevoel. Daar staan de koeien in het veld die vandaag de hoofdrol spelen. Nou, dat was een flinke oprijlaan. En nu maar even op zoek naar Teus, de eigenaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Kees. Hi. Hoi. Ja, hoi. Ik ben op zoek naar Teus, de boerderijdirecteur. Kijk. Of hoe zeg je dat? Kijk, ja. Pa zeg ik altijd. Oh, je zegt, maar het is je vader. Yes. Ik ben nu in een winkel aangekomen. Ja, boerderijwinkel. Winkel bij de boerderij eigenlijk. Winkeltje. Gezellig. Nou ja, een flink winkeltje. Maar je verkoopt nog heel veel andere dingen dan wat ik zou verwachten eigenlijk. Ja. Gezellige producten. Producten die wij ook leuk vinden. Ja. Die iedereen eigenlijk leuk vindt. Maar hier ligt dan ook het vlees wat jullie... Ja, in principe ligt hier het vlees wat wij slachten van onze dieren. In die vriezers daar? Ja, in de vriezers inderdaad. Gepostuleerd, vacuüm verpakt en diep gevroren. Zonder conserveringsmiddelen en E-nummers. Gekke fratsen erbij. Ja, gewoon echt puur. Helemaal puur van de limousines. Dat is natuurlijk sowieso al een apart stukje vlees. Maar, En daar wil ik alles over weten. Ja, dus ik denk dat gaan pa jou wel vertellen. Dat kan hij als beste. Ik ga hem voor je halen. Ja, graag. Leuk. Ah, dag Kees. Goedemiddag. Dag Kees. Ja. Welkom hier. Kees, ja, normaal doen we het even zo, maar... Ja, dat mag nu niet, hè. Nee. Je mag geen handen geven. Nee. Je bent de wereldkampioen vlogger uit Dordrecht. Ja, dat ben ik. Hè? Ja, wat een titel. Wat leuk, wat een eer dat we hier mogen ontvangen. Ja, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig wat hier allemaal gebeurt. Kan hier ik een kleine winkel, bedoel je? Nou, onder andere. Maar vooral ook hierachter. Ah, dan gaan we daar straks even kijken. Voordat we daarheen gaan, je mag daar niet zomaar komen, hè. Je moet dus door de hygiënesluis. Moet ik een opleiding? Oh, zo, op die manier. De hygiënesluis, die is buitenom. Buitenom? Deur binnen. Ja. En dan schoeisel aan.
schoeisel aan. Ja. Tegen het laarzen aan. Overal aan. Ja, dat mag niet, hè? Niet volgens de richtlijnen. Dan heb ik zo mijn best gedaan om een goede sok aan te doen vanmorgen. Wat een wind weer, Teus. Ja, zo werkt dat. Ja. Mag ik Teus zeggen trouwens? Ja, je mag Teus zeggen. Ja. Ja? Het waait hier altijd, Kees. Hier is de hygiënesluis. Oh. Een niet al te grote ruimte, zoals je kunt begrijpen. Nee. Omdat hij verder. Maar wel heel belangrijk. Doet, heel belangrijk. Dat is een kleine ruimte waar wij. Waar je je kunt omkleden, waar je je kunt wassen. Ja, oh ja, hier zie ik allemaal. Waar het schoeisel staat, waar de overals hangen. We moeten even een overal zien te zoeken die jou past. Het moet natuurlijk ook wel een beetje leuk eruit zien, hè, Teus? Het oog wil ook wat. Zie eens waar die nu mee aankomt. Even. Nou, allemaal schoon. Hey Jolien, ik krijg een hele schone outfit. Zo, ja. Even kijken, niet weglopen. Oh. We moeten even passen. Passen. Ja, ja. Dat is die. Dat is die. Ben ik klaar voor? Zo Kees, dat doe je wel heel erg snel. Ja, dat is de magie van de montage. Dus, we gaan, mag ik nu eindelijk naar binnen? Je mag hier naar binnen nu. Nu gaan wij dus het stalgedeelte in, hè? Ja. Daar ben je ook juist gekleed ervoor. Precies. En dan gaan de koeien dat niet vreemd vinden. Ik pas de helemaal. De hond hoop ik ook niet. De hond? Nou ja, hond, leeuw. Nee. Oké. Okay. Een Afrikaanse leeuw. Oh, rustig, rustig. Ik ben het maar. Oh, nee. Oh. Hij heeft al te eten, dus hij heeft geen zin meer in een vloggen. Zo Teus, dan zijn we in één keer aangekomen in je prachtige stal. Wat een, ja, wat een ruimte. Nou ja, dit is een best een moderne stal. Die we eigenlijk geplaatst hebben met het doel om de dieren zo natuurlijk en natuurgetrouw te houden binnen een stal. Eigenlijk hoort een dier niet in de stal, die hoort in de wei of die hoort eigenlijk in de natuur. Het is best moeilijk om in omstandigheden dieren, zulke grote dieren, herkans, in een stal te houden. Nou, er zijn allerlei wettelijke regels voor. Zoveel vierkante meter per dier, zoveel kubieke meter per dier. Wat eigenlijk al resulteert als je een aantal dieren hebt, dat je in een hele grote stal terechtkomt. Ja. Mensen noemen dat een megastal. Nou, verre van een megastal. Een megastal is wel 10 keer zo groot als deze. Dus met andere woorden, de echte megastal. Wij hebben geen megastal. Wij een ruime stal. Wij hebben eigenlijk een ruime stal voor een beperkt aantal dieren. Nou, wij houden het limousineras. Een prachtig bruin. Eigenlijk is een limousine is roodharig. Ja. Hij vertoont bruin, brons. Ja. Hij is roodharig. Als je oplet en je kijkt naar de wenkbrauwen, dan zie je net als bij mensen. Kom maar eens even bij mij. Dan zie je dat hij roodharig is. Inderdaad, ja. Nog iets heel leuks. Ja. Je ziet daar strepen over die buik lopen. Zie je daar een paar strepen lopen? Ja. Vertel eens steeds. Happy lines. Happy lines. Dus dat wil zeggen dat hij goed in zijn vel zit. Heel goed. Niet alleen goed in zijn vel, maar hij heeft een hele goede mineralenbalans. Een dier dat een goede mineralenbalans heeft, dat is het allerbelangrijkste voor een dier. Ja. Die heeft happy lines en die lopen eigenlijk horizontaal over de buik. Nou ja, in de stal kan een dier dus niet zijn eigen voedsel zoeken. Dus moet je hem een rantsoen aanbieden. Ja. Hier lopen ook allerlei verschillende dieren. Zo heb je dieren die zijn drachtig, hoogdrachtig en hebben geen kalf bij zich. Zo heb je dieren die hebben net gekalfd en die hebben een kalf bij zich. Ja. Zo zie je een stier staan, een jonge stier die hard moet groeien. Ja. Dat zijn allemaal zekere, net als bij mensen, die hebben zekere behoeften aan een zeker rantsoen. Nou, met een robot kan je precies alle voersoorten uitkiezen om een zeker rantsoen voor een zekere groep dieren samen te stellen. Ja. Dat aan te bieden. Maar wat je ook hebt, is dat je daar zekere, hele belangrijke supplementen, vitamine en mineralen, kan bijvoegen in het rantsoen. En dat zorgt ervoor dat het vlees, dus uiteindelijk de smaak, ook perfect is. Er zijn een aantal die lopen buiten. Ja. Er zijn een aantal, we hebben een natuurgebied van circa 30 hectare in Zeeuws-Vlaanderen. De limousine is bij uitstek een goed ras om een natuurgebied bij te houden. Dit hebben we niet bij de boerderij een echt natuurgebied, want die zijn er niet. Nee.
Dan moet je echt verderop. Dan moet je naar Limburg of dan moet je naar het oosten of naar Zeeland. En wij hebben in Zeeland. Dus je bent een ander stuk land. Huren wij dus voor Staatsbosbeheer. Ja. En die hebben graag limousines daar lopen. Hoi Koe. Hoi. Wat dat materiaal waar ze op staan, dat heb ik ook nog nooit gezien. Dat is een gezondheidsvloer of een welzijnsvloer worden dat wel genoemd. Het is een speciale vloer. Normaal gesproken zijn die roosters van beton, ja. Deze ook trouwens, mm-hmm. Maar die zijn bekleed met een rubberen laag en dat heet de groene vlag. Maar wij hebben deze groene vlag en ze liggen op matten. Nou, we zitten lekker te smikkelen. En dit verse, ja, dit gras, dat komt van het land? Of? Het komt van het land, maar zoals je ziet is het niet alleen gras, daar zit ook wat andere dingetjes doorheen. Je ziet wat mais er doorheen, stukjes aardappelen zitten erin. Nou, het is een rantsoen eigenlijk dat samengesteld is voor deze groep. En dit is de groep met jonge kalven, dus het is een vrij krachtig rantsoen. Want ze zogen. Krachtvoer ze moeten eigenlijk. Ze moeten melk geven. Je moet niet je tong uitsteken naar Kees, hè? Dat is niet aardig. De meeste dingen die je hier ziet, die gebeuren automatisch. Ik zie daar iets heen en weer gaan, een soort van, ja, wat is dat, een grijper? Hier achter mij? Dit is een voerrobot. En de voerrobot die is gesitueerd bij de voerkeuken. En in de voerkeuken liggen voersoorten. Ja. En die grijper die grijpt net zoveel kilo's als ik in de computer heb ingegeven voor een zeker rantsoen. En die grijpt die voersoorten, gooit die daar in die robot, ja. Die mengt dat en die gaat dat bij de koeien brengen, automatisch. U werkt hier ook op de, ja. De boerderij? Ja, hele dag. Hele dag. En wat is uw functie hier, meneer? Ja, ik heb eigenlijk geen functie, ik doe alles. U bent de Henk van alles? Ja, en wat ik niet kan, dan vraag ik aan Thuis. Aan Thuis. En Thuis weet altijd raad? Altijd. Ja? Meestal weet ik raad. Op. Ik ben bijna omvergereden door de mesrobot. Die is geprogrammeerd om alle vloeren aan te vegen. En die veegt dan de mest in de kelders. Het beste vlees, ja. Het beste vlees komt hier over de rug, ja. Zo over de bil en stopt hier. De haas zit hier. De haas zit daar. Oh. Ja, nou, daar zit de haas. Hier zitten de biefstukken. Sorry Thijs, ik was even afgeleid. Hier lekkere spieren. Oh ja, de biefstukken. Wacht even, dat is geen vlees. Nee. Dat is geen vlees. Dat moet ook gebeuren. Dat moet gebeuren. Ja, dat moet gebeuren. Maar je zei hier, biefstukken. Hier biefstukken. Ja. Hier de haas. Ja. Daar de entrecoos. En zo hier ga je naar minder luxe vlees toe. Hier komen dan uit de borst komen meer de stooflappen, ja. Het gehakt komt uit. Oh, dit is lekker vlees hoor. Oh, ik moet een beetje uitkijken dan. Dit is heerlijk vlees. Dit is lekker vlees. Ja. Welke wil je straks? Mag ik proeven? Welke wil je? Je mag proeven. Niet. Ik wil een hap. Ik wil geen hap van dat. Als je werkelijk een fijnproever bent, mm-hmm. En je wilt echt iets heel speciaals proeven, waar je niet zomaar ergens zou kunnen krijgen, dan zou ik aanbevelen om het hier, daar en daar. Dat heet de vang. Je kan hem ook vangen. Oh ja, zo, inderdaad. En dat is mogelijk dat we dat vanavond gaan proberen. Nou, dat zouden we kunnen doen. Oh, dat ziet er lekker uit, zie je dat? Onder de borstel. Wat ga je doen, Henk? Een kusje geven. Oh. Nou, oh. Hey, die is binnen. Ja, ze zijn zo lief. Ik ga dat ook eens proberen. Nee. Nee, dat gaat niet werken. Het is inmiddels 25 minuten over 4. Dat betekent dat het 25 minuten te laat is. Voor wat? Nou, dat kan ik je wel verklappen. Er gaat in één keer een deur open hier. Ja, en dan kom je eigenlijk in het medicijnenhok. Medicijnen. Maar niet alleen medicijnen. Nee. Medicijnen hebben de koeien. Oh ja, inderdaad. Ja, want we zijn ook een beetje veearts. Ja. We behandelen onze koeien zelf. Maar ik voel een maar aankomen. Maar wij hebben ook medicijnen voor onszelf. Open die klep. Ja, we hebben hier. Oh, lekker. Ter ere van jou hebben we heel speciaal biertjes. Ja, lekker. En ik mag kiezen welke. Hier hebben we de DNA-samples, zodat we alle koeien kunnen profileren op hun DNA. En dat we ze ook kunnen
trekken en tracen, dus dat we kunnen volgen in een slachtlijn. Dat we altijd onze eigen koeien weer terugkrijgen en dat wat wij beloven ook waargemaakt wordt, dat die wel echt limousinevlees krijgt. Maar dat ligt dus hier gewoon tussen de speciaalbiertjes. Eigen DNA van. Speciaalbiertjes. Of eigen, wij hebben de speciaalbiertjes erbij gezet. Precies. Ter ere van jou, Kees. Yes. Doe ik die. Hey, proost. Die smaken mag. Dat die smaken mag. Goed zo. Kom maar. Henk, ze komen op je afgerend. Kijk eens, ze zijn gek op jou. Van dit draadje zijn ze heel bang, want ik krijg echt een dreun. Ze zijn heel bang. Oh. Henk. Henk kreeg net stroom. Ja, ik hoorde een klapper. Henk heeft er wat voor over om zijn favoriete stier te ontmoeten. Ja? Deze dieren zijn zo mak, dat is het mooiste. Als je goed bent voor deze dieren, dan geven ze een soort liefde terug aan jou. Dat zijn ze ook goed. Dat klinkt raar, maar dat is wel zo. Je kan ze aanraken. Ze vinden het nu een beetje spannend dat ik erbij ben, denk ik, want ze kennen mij niet. Misschien wel, maar je hebt gezien, als ik deze lekker over zijn staart klauw, dat vindt hij heerlijk. En als ik over zijn rug aai, dan vindt hij nog veel lekkerder. Jij vindt het helemaal fijn. Je ziet het. Zo. Ik vind het best spannend, moet ik zeggen, Henk. Ja, nou, dat is ook zo. Dat kan ik me voorstellen. Maar deze dieren die zijn gewend aan mensen. Ja, precies. We gaan er elke dag mee om. Ze hebben ook in de stal gestaan, ze zijn klein geweest, ze zijn groter geworden, je hebt ze gevoerd. Ze kennen je gewoon. Ja. En daarom hoef ja, je, kijk, bang moet je niet zijn, maar wel altijd voorzichtig. Gewoon alert. Ja. Het zijn toch hele grote dieren. Ja, en goed vlees verdient natuurlijk een goede bereiding. Dus een vriend van mij heb ik geregeld en die gaat voor ons het vlees bereiden op zijn foodtruck. Daar komt hij. Jan. Hey. Jan de barbecue man. Zo Jan, welkom op de boerderij. Goedemiddag Kees. Jij gaat voor ons even lekker grillen, lekker vlees. Ja, ik hoor dat je heerlijk vlees bij hebt, Kees. Nou, dus inderdaad, inderdaad. En jij weet daar raad mee. Ik weet wel raad mee, ja. Nou, ik heb een klein barbecuetje meegenomen. Dus dan gaan we ook even kijken of het ook werkt. We gaan die kant op. Jij wil een barbecuetje? Dan kan je hem krijgen ook. Krijgen we er een ook. Kees, ik heb vlees. Oeh, daar gaat Henk met het vlees. En Jan, de pareltjes liggen hier hoor. Nou, ik ga even omkleden. Mijn overalletje uit. En dan kunnen we aanvallen. Nou, het halve dorp is uitgelopen om het vlees te proeven. De foodtruck van Jan en de brandweerwagen erbij. Volgens mij kunnen we gaan proeven. Teus, daar gaat jouw vlees. Nou ja, ben je nou een beetje trots als je dat zo ziet? Ja, ik vind het ook heerlijk. Ik weet hoe het smaakt. Het water loopt wel uit mijn mond. Nou, bij mij ook, hè? Ja, het ziet er echt goed uit. Oh. En Jan die heeft dat lekker bereid op deze vuurschaal. Hoe noem je het? Het is een vuurschaal, annex, plancha. Het is een heel gaaf ding. Barbecue. Want als het koud is, kan je er ook lekker omheen gaan staan met z'n allen. Als het een laat uurtje is, een glaasje wijn erbij. Daar komt-ie. Gewoon random een stukje. Oké, hoe proeft dat, Kees? Supermalt, hè? Oh, lekker Henk. Huh? Dat is nou van mijn lieve vriendjes. Van je lieve vriendjes, ja. Vriendinnen. Oh, maar het is toch lekker. Er zit liefde in. Ja, en het smaakt geweldig. Nou, Thuis, ik vond het echt gezellig vandaag. Proost en leuk om een kijkje in je moderne megabedrijf gehad te hebben. Voor jullie bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende bestemming natuurlijk, hè. Hoi!